geef ik het woord aan de heer Bosma, PVV. Voorzitter, dank u wel. Wat doen we in Nederland op een crematie? Wel nu, dan is er koffie en cake. Ik sprak op de crematie van Ronald Bijmers, de eerste PVV-leider in Drenthe. Ik memoreerde hoe hij een enorme prijs moest betalen voor zijn idealen. Ontslagen, want PVV, nergens meer aan de bak, want PVV, financieel gesloopt, huis kwijt, totaal berooid, kinderen uitgesloten op de sportvereniging en toen kanker. Bij de koffie en cake deelden noordelijke PVV'ers hun verhalen over de beroepsverboden, ontslagen en de deuren die in je gezicht dichtslaan. De een nog tragischer dan de andere. Aan die lange tafel zat ook een PVDA'er die Ronald nog kende uit de Staten. Hij zei, ik wist niet dat het zo erg was. Wij aan die tafel zeiden, ja, zo erg is het. Voor onze ogen zien we onze vrijheid sterven, elke dag een beetje meer. En het ergste moet nog komen. Steeds meer wordt ons van bovenaf een verplichte publieke moraal opgelegd. En wie zich daaraan onttrekt, betaalt de prijs. Bestaat er veel onderbouwing voor de stelling dat we een democratie zijn? Nee, wel voor het tegendeel. Baanbrekend politicologisch onderzoek stelde de cruciale vraag, wie krijgt er in Nederland hun zin? Het antwoord is simpel, hoogopgeleid en dan vooral universitair Nederland. En wat stemmen die mensen nou in overweldigende mate GroenLinks en D66? Soms krijgt praktisch opgeleid Nederland ook zijn zin, maar alleen als hun mening samenvalt met de mening van hoogopgeleid Nederland. Een kleine groep regeert Nederland. Alle instituties moeten aan hun eenheidsworst voldoen. Klimaatsocialisme, massa-immigratie, globalisering, eurofilie. Net als in communistische dictaturen wordt de geschiedenis herschreven. Eeuwen leerden onze kinderen vol trots over de Gouden Eeuw en de VOC. Nu zijn musea haattempels geworden, slavernijtentoonstellingen zijn er verplicht. Elke uitzending van het Jeugdjournaal getuigt van de klimaatondergang. Elke school is bezig met non-binaire toestanden en gendergeneuzel. Hele kunstvormen sterven uit. Het Leids Cabaretfestival gaat niet door. Nee, logisch, want er valt niets te lachen in de woke-kerk. Elke film, elke reclame gaat eerst langs de raciale meetlat. Gisteren verscheen er een uitstekend artikel op de site van Universiteit van Amsterdam, folia.nl. Een onderzoeker schrijft, ik citeer, het diversiteitsbeleid in de huidige vorm is een paard van Troje waarmee het radicale woke gedachtegoed de organisatie wordt binnengehaald en in sneltreinvaart wordt genormaliseerd. De academische vrijheid staat te wankelen onder druk van toenemende politiek correctheid en dogmatische linkse ideologie. Het debat hierover kan nauwelijks gevoerd worden zonder dat ik word beschuldigd van discriminatie. Studenten en collega's zeggen dat ik met mijn standpunten hun safe space schend en zien dat als microagressie. Deze onderzoeker wil de rol van de islam in anti-homo-geweld onderzoeken. Het wordt hem onmogelijk gemaakt. Geen steun, geen geld. Lees dat artikel. Op heel veel plaatsen in Nederland zijn er diversiteitstrainingen verplicht. Een beetje zoals in communistisch China, vol met zelfbeschuldigingen. In dit geval over verborgen racisme. Ook NRC heeft daar journalisten op zo'n cursus gedaan. Voorbeeld van de gelijkschakeling van de media. In de coronatijd zagen we hoe onze meest elementaire burgerrechten bij het grof vuil gingen. Hoe groot de haat was tegen ongevaccineerden. Hoe makkelijk en gretig ongevaccineerden worden uitgesloten. En hoe eenzijdig en slaafs de pers het officiële beleid volgt. En bereid blijkt andersdenkende weg te zetten als wappies of idioten. Maar het ergste komt nog. Steeds breder wordt de roep om maatregelen tegen andersdenkenden. Politieke partijen verbieden. Een CO2-budget invoeren en een omroep kapot maken. Het is aan de orde van de dag, ze schreeuwen er in bosjes om. Allemaal leuk en aardig hoor, maar de kloof zal daardoor alleen maar dieper worden. De haat zal alleen maar toenemen. De uitsluiting zal alleen maar erger worden. De machtspartij bij uitstek D66, ooit een libertaire partij, startte haar verkiezingscampagne met het wegzetten van kritische en ontevreden burgers als extreem rechts, een soort nazi's dus. En dat vertelt het hele verhaal. Dank u wel. Ja, interruptie van de heer Sneller. En ik vind de woordkeuze als laatste niet nodig. En ik wil u daar ook echt op aanspreken dat soort woorden niet te gebruiken. Welk woord mag ik niet gebruiken van? Nazi's. Om partijen te vergelijken met nazi's vind ik echt niet. Nee, dat doe ik niet. Ja. De term extreem rechts die mevrouw Kaag gebruikt, ja, nee, is een nazi-vergelijking. Ik ga niet met u in discussie. Er is een interruptie van de heer Sneller. Gaat uw gang. Ik vind het kwalijk, want u legt me iets in de mond. Ja, de heer Bosma maakt een beetje een karikatuur van wat mijn partijleider heeft gezegd, maar daar gaat mijn vraag niet over. Mijn vraag gaat over dat begin waarin hij zegt, Nederland is geen rechtsstaat. En we hebben dat debat over de rechtsstaat vandaag en ik vraag me af, heeft hij nou één
internationale organisatie of één NGO die dat soort ranglijsten opstelt, die dat ook zegt. Want ik zie overal dat Nederland eigenlijk best wel goed scoort. Heer Bosma. Ja, om te beginnen wil ik toch even antwoord geven op uw vraag. Want u suggereert nu dat ik een politieke partij, in dit geval D66, als nazi zou hebben betiteld. Juist het tegenovergestelde. Ik stel dat mevrouw Kaag de term extreem rechts gebruikt voor andersdenkenden. Die zet ze weg, die noemt ze extreem rechts. En extreem rechts is een nazi-vergelijking. En dat vind ik heel kwalijk, dat is het wegzetten van andersdenkenden. Dan de heer Sneller, die mij ook iets in de mond legt. Die zegt dat ik heb gezegd dat Nederland geen rechtsstaat is. Dat heb ik niet gezegd. En of ik een internationale organisatie heb die ranglijsten tot de beschikking heb, nee. Heer Sneller. Dus de heer Bosma zegt eigenlijk in Nederland is een goede, goed functionerende rechtsstaat? Nou, ik zeg dat het een rechtsstaat is, maar waar heel veel gebreken aan zijn. En ja, het democratisch gehalte van Nederland, dat baart mij grote zorgen. Het neemt ziender ogen af. En dat heeft te maken met de eenzijdige opbouw van de elites van Nederland die de instituties in handen hebben. Dus wat er moet gebeuren is eigenlijk wat D66, ik ben nu de biografie van Hans van Mierlo aan het lezen, wat moet gebeuren is radicale democratisering van Nederland. Ja, dat blijft een van de weinige dingen waar we het over eens zijn. Maar ik ben blij dat te constateren, want dat is wel iets, toch winst ten opzichte van vorige debatten, dat eigenlijk de heer Bosma zegt, we zijn een goed functionerende rechtsstaat. Dus laten we dat ook bewaken. En volgens mij is de grootste bedreiging niet de analyse van de heer Bosma, maar ongeveer het tegenovergestelde. Maar daar kom ik zo meteen op terug. Ja, de heer Bosma. Nou, fijn de heer Sneller gelukkig te maken, voorzitter. Ja. Ga ik met de heer Van Baalen ook nog, let op. De heer Van Baarle, denk. Ja, voorzitter, de heer Bosma die begon zijn betoog. En toen dacht ik, de heer Bosma die heeft het licht gezien. Want de heer Bosma die begon zijn betoog met een fervent pleidooi tegen uitsluiting. Hij had het over beroepsverboden. En voorzitter, kan ik daarmee dan ook concluderen, als de heer Bosma inmiddels een fervent tegenstander is van uitsluiting, dat de PVV niet meer is voor een beroepsverbod voor mensen met een dubbele nationaliteit bij de defensieorganisatie, dat de PVV niet meer is voor een beroepsverbod voor mensen in dit parlement met een hoofddoek, dat de PVV niet meer is voor een beroepsverbod voor mensen met een dubbele nationaliteit in publieke ambten of bij de overheid? Is de heer Bosma, als hij echt zo tegen uitsluiting is, dan bereid om dat allemaal terug te nemen? Of heeft de heer Bosma een kilootje boter op zijn hoofd? Heer Bosma. Voorzitter, ik had al veel eerder het licht gezien. Ja, zoals bij Defensie is het heel handig als Nederland gewoon, als mensen die daar werken, gewoon de Nederlandse nationaliteit hebben. En alleen de Nederlandse nationaliteit. Dat is in bijna alle landen ter wereld zo, dat je maar één nationaliteit mag hebben als je bijvoorbeeld voor Defensie werkt. Mijn partij is altijd erg tegen racisme en discriminatie geweest. Daarom is de PVV tegenstander van het beleid dat door DENK wordt gesteund om autochtonen, CQ-blanken, te discrimineren in Amsterdam. Het discrimineren van autochtonen, CQ-blanken in Utrecht, evenzeer gesteund door DENK. Het racistische beleid van de NPO, waar ook blanken zoveel mogelijk moeten worden uitgefaseerd. Dus eigenlijk is de PVV de enige waarlijke antiracistische partij van Nederland. Heer Van Baarle. Ja, voorzitter. Nog niet eens het begin van een reactie op de vragen die ik heb gesteld en de punten die ik naar voren heb gebracht. Want voorzitter, de heer Bosma is heel erg vocaal als het gaat om huilie over de eigen mensen. Maar voorzitter, als uitsluiting nou echt niet mag, als beroepsverboden niet mogen, dan kan je toch niet zeggen als politieke partij dat mensen hier het parlement uitgesmeten moeten worden alleen maar omdat ze een dubbele nationaliteit hebben. Dan kan je toch niet zeggen, als de heer Bosma zegt, andersdenkenden mogen niet onderdrukt worden, dat mensen hier uit het parlement gesmeten zouden moeten worden alleen maar omdat ze een hoofddoek dragen. Voorzitter, de heer Bosma moet dat dan terugnemen. Als de heer Bosma dat niet terugneemt, dan is de heer Bosma hypocriet en laat hij zien dat hij alleen opkomt voor eigen mensen, voor PVV'ers. Maar als het gaat om moslims, als het gaat om mensen met een dubbele nationaliteit, gewoon toestaat dat mensen worden uitgesloten en een beroepsverbod krijgen. Hypocriet. Heer Bosma. Nee, voorzitter, ik zou geen mensen het parlement willen uitsmijten. Dat klinkt zo,
Klinkt zo gewelddadig, hou op zeg. Ik vind gewoon dat als je een dienaar bent van de kroon, bijvoorbeeld volksvertegenwoordiger, dan dat je dan gewoon één nationaliteit moet hebben en dat is de Nederlandse. En nou, nogmaals, dat vindt plaats eigenlijk in alle landen ter wereld. En de hypocrisie ligt echt bij de heer Van Baarle, want hij steunt het racistische beleid van de gemeente Amsterdam, hij steunt het racistische beleid van de gemeente Utrecht, hij steunt het racistische beleid bij de NPO. Er is maar één institutioneel racisme in Nederland en dat is gericht tegen autochtonen. In de praktijk is dat gericht tegen blanken. En dat steunt Denk en dat steunt de heer Van Baarle. En mijn partij is daar al 15 jaar op tegen. Dus wij zijn de enige echte, consequente, antiracistische partij van Nederland. Dank u wel. En nog even ter toelichting. Ik sprak u aan omdat er een vergelijking werd gemaakt door anderen. Gaf u aan met nazi's. En dat vond ik te ver gaan. Dus dat was mijn reactie op uw bewoording. Ja, oké. Okay. Ja? We zullen het wel eens zijn. Dank u wel. Dan geef ik het woord aan de heer Eerpans.